Als je niet meer naar een feestje mag, dan komt het feestje wel naar jou toe. Dat dachten de vriendelijke DJ's, een stel slimme ondernemers uit Leusden. Ja, als je iets te vieren hebt, dan komen zij met hun discobus en saxofonist Boris even een heel klein coronaproef feestje bouwen op je stoep. Zoals vandaag op de verjaardag van Tamara Miseroy uit Druten. Ze werd vlak voor de uitzending overvallen. En dat zag er zo uit. Voor het huis van de jarige Tamara staat onze verslaggever Gerben Kamphorst. Het is nog steeds gezellig daar, hoor ik, Gerben. Hoe is het cadeau gevallen bij de jarige? Ja, hartstikke goed. Het feest is hier nog volop gaande. Maar ik heb Tamara even naast me gevraagd. Tamara, wat vind je ervan? Ja? Beetje gênant. Het is speciaal voor je 40ste verjaardag. Had je dit verwacht? Goed zo. Ja, het is hartstikke leuk. Ze gaan nog een tijdje door. Deze jongens hebben een ontzettend goed lopende business. Ze gaan vanavond nog naar twee andere adressen toe. Het is €300 voor een half uurtje feest. En de jongens rijden het hele land door. Vrienden Jeroen en Boris rijden met hun partybus door het hele land. Van verjaardag tot jubileum. Voor elke keer een kwartiertje feest. Ja, wat zijn de reacties meestal? Nou ja, fantastisch. Priceless, onbetaalbaar. Ja. En vaak omdat het zo kort is, zeggen ze van ja, het was de mooiste verrassing van mijn leven. En dat is, vooral in deze tijd. Ik denk ook dat het daardoor komt dat ze echt niks verwachten. Maar ja, een feestje in deze tijd. Deze lockdown light mag er gewoon niet veel. Bij de bus mogen nu maximaal 4 mensen samenkomen. Die natuurlijk op 1,5 meter afstand van elkaar blijven staan. Komt de bus bij een huishouden voorrijden, dan maakt het niet uit hoe groot het huishouden is. En is de afstand voor die groep dus ook niet nodig. Wat voor risico's nemen jullie? Wat voor risico's geen. Nemen? Ja, geen. Wij houden ons sowieso. We raken niemand aan. Wij houden ons sowieso. We houden blijkbaar afstand. Ja, meer dan 1,5 meter zelfs nog. Maar het blijft een feestje midden in een pandemie. Premier Mark Rutte zei op zijn laatste persconferentie nog zo: wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Is dit niet de grens van die regel? Zeker, de grens. Maar net voor de grens, denk ik. En hoe dan ook, de agenda van de jongens zit in ieder geval goed vol. En ben je binnenkort jarig? Dan hoop ik dat je van saxofoonmuziek houdt.